Goedenavond, mijn naam is Anja van Signac Noord. Wij staan in de kerk, ik ben de opstanding van het Lisplein. En vanavond gaan ze debatteren met Doekle Terpstra. En het gaat over bloemkoolbaklava. Ik ga even deze meneer interviewen. Goedenavond meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Mart Meijboom. En u staat bij de kassa. En wat houden die rood en groene blaadjes allemaal in? Normaal is het gebruikelijk dat we meestal wat stellingen doen, ook met zo'n avond. Zodat het publiek een wat interactie krijgt daarbij. En dan mogen ze rood en groen ophouden. En zodat we wat discussie krijgen met de mensen, zeg maar. En ik vind zelf, ik heb ook een paar jaar in Amerika gewoond. Daar zijn ze veel toleranter ten opzichte van mensen die van buiten komen dan wij in Nederland hier. Dus ik denk dat wij daar ook wel wat van kunnen leren. Iemand die anders is niet per definitie slechter of wat dan ook. Mijn naam is Jan-Steven Burgerhart. En uw naam? Niels de Jong. En u heeft het opgezet eigenlijk? Ja, wij organiseren 2-3 keer per jaar een debatavond over een thema waarvan we denken dat interessant is voor wijkbewoners. En integratie is altijd een thema waarover gediscussieerd wordt op verjaardagen en noem maar op. Dus we dachten, we nodigen iemand uit die daar wat over kan vertellen. En u, wat is uw taak vanavond? Nou, ik denk mee samen met Niels over de onderwerpen voor het debat. En degene die we nu hebben uitgenodigd is iemand die eigenlijk een jaar geleden toch een beetje echt boos werd op Wilders en alles wat hij zei. En toen een verhaal heeft geschreven eigenlijk, dat noemde hij benoemen en bouwen. Om de problemen die rond integratie spelen in ieder geval goed te benoemen. En vervolgens ook met elkaar na te denken over concrete oplossingen in plaats van dat we polariseren. Hè? Dus dat we zeg maar de confrontatie gaan zoeken. Als ik bijvoorbeeld in Delfshaven, waar eigenlijk moslims wonen rondom de straat lopen of komen in een winkel, dan merk ik alleen maar positieve dingen van de multiculturele samenleving. Goedkope slagen, heerlijke broodjes deunen en aardige mensen. Maar als ik dan vervolgens op een verjaardagsfeestje ben, dan staat er mijn oom die nog nooit een moslim gezien heeft. Dan heeft hij het weer over van, die moslims en zo. Ik denk dat waarschijnlijk de media en bijvoorbeeld borrelpraatjes een behoorlijk negatieve invloed hebben op de integratiedebat. Welkom in de kerk van Ik ben de Opstanding. En wat kunnen we van u verwachten vanavond? Er is mij gevraagd om een verhaal te vertellen, inleiding te verzorgen over het thema wat iedereen beroert. Dus het thema van de multiculturaliteit. De vragen van deze samenleving op het gebied van de multiculturele samenleving. Ik heb vorig jaar een brief geschreven in Trouw. Die heeft de titel meegekregen Stop de verwildering. Die brief die heeft nogal wat debat losgemaakt in Nederland. En ik ga daar vanavond over vertellen. Hoe is het gekomen? Waarom heb ik die brief geschreven? Waar maak ik me druk over? En waar ben ik ook heel erg enthousiast over? Ik ben eigenlijk heel erg enthousiast over datgene wat we in deze samenleving met elkaar doen. Dus ik ben niet gedeprimeerd over datgene wat er allemaal fout gaat. Maar ik zie dat er heel veel kracht in onze samenleving zit. En dat wil ik vanavond graag benadrukken. Ja. Maar mensen hebben niet de instrumenten om die woede te kanaliseren. Vandaar dat je dus ook zulke taferelen krijgt als toen met die demonstratie tegen de Gaza. Daar hebben we ook onze eigen mensen op aangesproken van zo kan het niet. En dan moet het een en ander veranderen. En een nieuwtje is dat die meneer die net in beeld was, die zogenaamde opbouwwerker, dat hij nu zelf naar ons toegekomen is en dat we gaan proberen om de jongeren die hij kan bereiken en wij wellicht niet, om die toch te bereiken en met elkaar te gaan praten. En te zorgen dat dat soort dingen niet meer voorkomen. En dan bloemkool of baklava. Dus heb je het allebei in huis gehaald? Hebben we geprobeerd, maar dat is helaas niet gelukt. Onderhandelingen met de plaatselijke groenteboer van allochtone afkomst zijn gefaald. Het is vanavond bloemkool of baklava. En ze hebben het allebei niet in huis gehaald. Hoe kan dat nou? Heeft u het bij u? Nee, ik heb het niet bij me. Nee, ik heb helemaal niks bij me. Ik kom hier alleen maar een kopje koffie halen. Een kopje koffie drinken en voor de rest kom ik mijn verhalen hier brengen. Voor de rest heb ik niks meegebracht. Oké, okay, nou dat is jammer, dat houden we dan te goed van u. Er wordt gepraat over moslims. Maar ik ben zelf een moslim, maar ik kijk niet naar de andere mensen vanwege hun religie. Ik wil heel graag van de andere mensen als zij naar mij kijken. Dus ik kijk naar mij wat ik doe, wat ik zeg, niet naar mijn religie. Ik hoop mijn bijdrage te leveren, maar ik hoop vooral dat het elkaar inspireert om met z'n allen heel trots te zijn op Nederland. Maar er is een ander trots op Nederland dan sommige mensen denken. Ja.